Tjöla Ling werd bekend als voetballer bij FC Den Haag en Ajax. Hij kwam ook 14 keer uit in het Nederlands elftal. Voor zijn training woog Tjöla Ling liefst 110 kilo. Onderhand is hij 8 kilo afgevallen en is nog steeds in training. Tjö traint in Den Haag bij Kamagura Gym onder leiding van Kancho Gerard Gordo. Momenteel traint Gordo naast Tjöla Ling ook meervoudig K1-kampioen Peter Aerts voor zijn gevecht in november in Japan. Tjö is dus in goede handen om klaargestoomd te worden voor het aankomende gevecht tegen John de Wolf. En daar uit de catacombe komt hij dan, Tjöla Ling alias de Schaar. De man die ooit als een sierlijke ergens buiten de voetbalvelden bevolkte en dat op een grandioze wijze deed. Zal hij datzelfde succes gaan boeken hier in de meedogenloze ring, de genadeloze ring? Tjöla Ling. 51 jaar. Met bij mijn hoek uiteraard Gerard Gordo. John de Wolf, 44 jaar. 101 kilogram schone naak. Als hij zijn voetbalmentaliteit heeft meegenomen hier ringen, dan voorspelt er een aardige pot te gaan worden. Het scheelt 7 jaar in het voordeel van de Wolf. En hoorde ringspeaker Raymond Honig zeggen 3 ronden van 1,5 minuut. Goed, beide hebben zich uitermate goed voorbereid op deze strijd. Al zal het een merkwaardige gewaarwording zijn hier in die ring. Want als die bel eenmaal gaat, dan verandert alles. Dan komt er een soort spanning over je heen die je nooit hebt meegemaakt, die niet te vergelijken valt met wat dan ook. Je zit er in die, tussen die 4 touwen in. En er is maar 1 weg naar buiten. Dat is na het einde van die bel, van die laatste bel. En of dat verticale voordeel of de horizontaal zal zijn, dat valt nog maar net te bezien. Goed, we zullen gaan kijken wat deze wedstrijd gaat brengen. Spanning. Zo lijkt het. Rust bij de Wolf. Lacht ontspannen. Heeft zich uiteraard, zoals ik al zei, goed voorbereid met een hulp van wereldkampioen Stepan Veselic bij het Pattaya Gym. Team de Wolf. Zo luidt zijn groep waar hij bij zit. En dan kan het gaan beginnen. Spektakel. Beide heren nagenoeg even lang. 1,88 meter voor Ling en 1,89 meter voor John de Wolf. Zal dit over de volle afstand gaan? We zullen het gaan zien. De eerste resultaten, de eerste schermutselingen zullen zo gaan beginnen. En dan zullen we weten hoe dit spektakel zal gaan verlopen. Angstige spanning, verwachting, kortom, iedereen wil dit zien. Eerste ronde. Met de blauwe handschoen aan, Tjöla Ling. Tegenover hem John de Wolf met de rode. Beide links voor. Aanval van Ling. Stotenserie van de kant van de Wolf. Ling wacht af, kijkt verdedigd. Loki geblokkeerd. Overgenomen door de Wolf. Het oogt allemaal nog wat gespannen. Het zal ongetwijfeld gaan veranderen dadelijk. Low kick goed geblokkeerd door Ling. Die low kicks die trappen naar het bovenbeen zijn bedoeld om de bovenbeenspier te kneuzen. Die blokkeren met je scheenbeen ook pijnlijk natuurlijk. Daar goede stoten van Wolf. Langzamerhand wordt het verhaal wat grimmiger. Weinig werk met die voorste hand. Wel van Ling. Front kick gevolgd door een low kick van de Wolf. Beide uitermate omzichtig te werk gaan. Veel respect voor elkaars kunnen. Al oogt, ja, uitstekende rechter stoot daar van Ling. En daar gaat de Wolf weer. Jawel, de eerste 8 tellen ze feit. Fenomenale stoot van Ling daar. Een rechter stoot over de verdediging heen van de Wolf. En die staat verdwaasd te kijken. Wil uiteraard doorgaan, maar wat nu? Het is voorbij. Afgelopen, winnaar. Eerste ronde KO, technisch knock-out. Dat is Tjöla Ling. Ja. Wie?
Wie had het verwacht? Churling, zijn naam betekent geboren in het oosten van het bos bij gunstige wind. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Of gaan we door? Nee, het verhaal is afgelopen. Tot grote verbazing van de wolf die uiteraard zo'n ervaren is dat hij niet weet dat hij meteen weer rechtop moet gaan staan. En vooral helder uit zijn ogen moet kijken, handen bij zijn hoofd houden. Hij verzuimt hem, maar met deze stoot was helemaal niks mis hoor. Deze rechterstoot zat er volop. Kijk maar eens, links en rechts eroverheen op de kaak van de wolf. Die de weg kwijt is, krijgt hem half op zijn oor. Dan wordt je evenwichtsorgaan enigszins verstoord. En dat zie je ook hier. Hij is even duizelig, draait om, draait zijn rug toe, hangt half over die touwen heen. Ja, en dan moet de referee maar één ding doen, dat is ingrijpen of tellen. En hij doet beide. Dus het verhaal is voorbij voor John de Wolf in deze eerste ronde reeds. En dat is een bittere teleurstelling voor Team de Wolf. Kijkt nog een beetje verbaasd naar zijn trainer, doet de ronde en zegt ja, waarom nou? Ik had nog door willen gaan. Ik had door kunnen gaan. Maar goed, die regels zijn nu helemaal duidelijk en klaar in het Muay Thai kickboksen. De veiligheid en de gezondheid van de vechter staat altijd voorop. Hier Churling met zijn kinderen en naast hem tegenstander. Dames en heren, uw getuigen. Hallo. Heren.